gaat erom dat je een klant iets levert wat aansluit op zijn wensen en behoeften en persoonlijke situatie. Niet strikt gescheiden zijn. Het kan wel in één gesprek. Ik denk wel dat het duidelijk moet zijn voor de klant van oké, dit is het stuk advies en we gaan nu over naar het productinvulling. En niet kijken denk ik wat je als adviseur het beste vindt voor je eigen, maar gewoon puur wat past bij de klant het beste en wat past in zijn portemonnee het beste. Ik denk niet dat gescheiden hoeft te zijn per se, als je als adviseur maar in staat bent om jouw daadwerkelijke belangen te scheiden van elkaar. De regels en de uitvoering ervoor zijn. De herstelpost, wie gaat dat dan betalen? Ik zit hier als voorzitter van de FVGA, dus als je het goed vindt. Jullie zijn dus te koop, dat is duidelijk.